Dit is een van de eerste verhaaltjes die ik ooit schreef. En dat is het verhaal van Sergei. Een Russische pelsjager die leefde in de Sovjet-Unie. Van Jozef Stalin. Ik vertel het verhaal deels in het Russisch. Zodat u zich in kunt leven in de materie. Najer naar Vietnam. Nadop naar Voas, nad naar Achietna naar Vietnam. Dobrogez naar Vietnam. Vertaal het voor u. Sergei woonde in een klein dorpje in Siberië, Ternuzia. En iedere week kwam hij in het plaatselijke theater. Frans Levinsky. En het was een stoever. Dan zaten de mensen aan de bar of in de zaal. En dan riep hij: Dop naar Vosna, naar Getne Kalasnikov, naar Getne Bunker. Het woord Kalasnikov moet u verstaan hebben. Dat is een supergroot geweer. En dat is wat Sergei riep. Iedere beer schiet ik neer met een supergroot geweer. En dan lachten ze en dan zongen ze in het theater van Ternuzia. Iedere beer schiet ik neer met een een echte Rus. En een echte Rus die drinkt wodka. De eerste die erachter kwam dat hij dronk was zijn zuster Olga. Maar Sergei stelde zijn zuster gerust. Hij zei: Olga, ik drink alleen een klein slaapmutsje. Ik drink alleen voordat ik onder de wol ga. En je hoorde ze in het theater. Ik zeg: Olga, drink alleen voordat voordat hij onder de wol ging. Sergei dronk ook op het moment dat hij van onder de wol kwam en zo de hele dag deed. En om een uur liep Sergei zwalkend door de straten, door de bossen van Siberië. Dat is de beer. 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 Sergei schoot geen beer meer raak. Er kwam geen eten meer op tafel. In het gezin van Sergei. En je kon zijn moeder vanuit Siberië tot aan hier horen schelden. Kip naar Vietnam, okle rot, jong. Hou het huis op met dat gesupje, houd het nog kapot. Niet vodka, vodka, niet, niet, niet vodka, niet vodka, Sergei. Sergei vertrok opnieuw op jacht. Om de deur liep hij midden in het bos. En het werd stil. Opeens dacht Sergei dat hij wat hoorde. Was het Harry Potter? Nee, het was anders. Het was een engel die voor Sergei verscheen. Net als onze René. En Sergei ging terug naar huis, naar zijn moeder. En hij viel op zijn knieën neer.
Ja, maar ik stop maar met die wodka voordat die kapot gaat. Het doet me denken aan mijn eigen moeder. Ik bedoel, wie ontdekt er als eerste dat je zat bent geweest? Als je 15, 16 jaar bent, dat is je moeder. En ik weet nog. Een beetje opstandig en engel. Ik weet nog dat ik 15, 16 jaar was. En voor het eerst bezopen thuis was gekomen. En ik moest spoen. Kots. Niet te doen. En de slaapkamer van mijn moeder was naast de wc. En ik hoorde mijn moeder nog roepen. Michael, hou je de wc bij netjes? Dus ik heb keurig rond die pot gekotst. Echt geen spatje erop. En ook Sergei wist zijn moeder gerust te stellen. Ja, ik stop maar met die wodka. Voordat die kapot gaat. En ze lachten in het theater. En ze zongen met hem mee. Ja, ik stop maar met die wodka. Tot zo!